Nationaal Programma Heerlen Noord is een inhaalrace, een sociale inhaalrace. En dat doen we met tientallen maatschappelijke partijen en bedrijven en bewoners. De komende 25 jaar een generatie lang. Ja, aandacht voor gezondheidsverschillen is ontzettend belangrijk. Pas als het bewustzijn er komt, dan zul je ook gaan zien dat ook gezien wordt dat je extra moet investeren op de plekken waar de kansen er niet zijn. Die twee kinderen die vandaag geboren worden. De een wordt geboren in Welte, in Heerlen-Zuid, een middenklasse buurt. De ander wordt geboren in mijn oude wijk Zeswegen. Er zitten ongeveer 3 tot 4 kilometer tussen. Toch gaat de een gemiddeld 6 tot 7 jaar eerder dood dan de ander. Maar die kinderen die vandaag geboren worden, die kunnen daar helemaal niets aan doen. Wat hadden die nou moeten doen? Als dit de verschillen zijn in een steenrijk land, dan hebben we als gemeenschap dure plicht om er alles aan te doen om die gezondheidsverschillen te verkleinen. Ja, het is een grote eer dat wij in Heerlen Noord, Faro's en alle betrokkenen mochten ontvangen. We hebben verteld over Heerlen Noord in theorie, maar we zijn ook de stad en de streek ingegaan. We hebben onder andere het initiatief van Nancy Nijsten laten zien. Zij zat en zit zelf in de armoede. Wij doen hier een soort voedselbank, maar dan uit eigen initiatief, zeg maar. Voor mensen die niet in aanmerking komen van voedselbank. Wij helpen wekelijks 100 gezinnen ongeveer. Echt een symbool van die mentaliteit, kin omhoog, bos vooruit. En de sportshop waar we op dit moment staan, dat is een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Maar waar ouders ook laagdrempelig en gratis een uitzet, een baby-uitzet kunnen halen. Ja, en op het moment dat ze dus in aanraking komen met het programma Kansrijk van Start in Heerlen, dan zie je ook dat ze vaak blijven hangen. Ik heb ook dankzij het Nationaal Programma ook echt wel een groter netwerk gekregen. Mensen waar je ook echt wat aan hebt. Er is geld nodig. Dus dat betekent ook dat je ongelijk moet gaan investeren. En er is een generatielange inzet nodig voor de sociale inhaalrace. Want wij zijn er klaar voor. We hebben een hele alliantie klaarstaan. Nu de Rijksoverheid nog. En een week van de gezondheidsverschillen kan daar enorm aan bijdragen.